Laten we gauw gaan beginnen met onze eerste gast. Geef hem een hartelijk applaus. Hoogleraar bestuurskunde Martijn Groenleer. Ja, ik wist niet eens meer waar je zat. Het is hier donker, maar wij zitten in het licht. Fijn dat je er bent, hè, Martijn. Dankjewel. Hoogleraar bestuurskunde verbonden aan de Tilburg Law School. En dat zeg ik allemaal goed, toch? Hè? Ik werk bij de universiteit. Ja, en je werkt bij de universiteit. En het is vandaag een soort klimaat- en energiedag voor jou. Je bent al heel de dag bezig. Ja, en klimaat, energie, duurzaamheid. Ja, ik ben vanaf vanochtend 7 uur begonnen met het lezen van een proefschrift van een van mijn promovendi. Ja. Over de energietransitie. Daarna hadden wij onze klimaat- en energiedag, die tot 3 uur duurde. En daarna ging ik naar een oratie van een collega in Eindhoven. Ja. Over duurzaamheidstransities en nu zit ik hier. Dus ik zit er lekker in. Ik zit er lekker in, nou gelukkig. En als we allemaal de telefoons lekker uitzetten of op stil, is dat ook fijn. Hey, en jij bent, daarom zit je hier, een van de trekkers van de academische werkplaats Klimaat en Energie. Ja. Kun je aan de mensen uitleggen, wat gebeurt daar op die werkplaats? Wat er zou moeten gebeuren op de werkplaats. Daar wordt hard gewerkt aan oplossingen. Niet alleen maar wetenschappelijke oplossingen, maar ook praktische oplossingen voor heel veel problemen waar we tegenaan lopen met die energietransitie. En dan als Tilburg Universiteit kijken wij vooral naar de sociale, de maatschappelijke kant van de energietransitie. Technologisch gezien ingewikkeld, nieuwe technieken moeten worden ontwikkeld. Dat laten we graag aan Eindhoven en anderen. Maar daar zitten niet zozeer de uitdagingen. Het zit vooral in de maatschappelijke kant. Ja. Daar werken we elke dag aan, onderzoekers vanuit Tilburg. Ja. Vanuit verschillende disciplines, dus van theologen tot aan data scientist, van juristen tot aan economen en sociaal psychologen. Nou, weet ik, een van onze gasten vanavond is ook Kees de Groot. Ja, en die zijn over zijn gespitst. Even uitleggen, wat zou een theoloog moeten met... Een van zijn collega's heeft vandaag iets verteld over... die hebben een project over klimaat en religie. Ja. En over het grotere verhaal eigenlijk en het feit dat er een groter verhaal over klimaat ontbreekt. Dus het narratief. Aha. En dat ook in de kaart speelt van degene die allerlei klimaat willen verkopen vanuit een soort negatief perspectief. En angst willen zaaien daarover en dergelijke. Ja. Nou, daar hebben zij een project over. Ja. En daar heeft ze over verteld. En dat is niet alleen wetenschappelijk interessant... Maar ook voor de praktijk. Hè? Dus ook hoe verkoop je, zou ik maar zeggen, de energietransitie? Ja. Of hoe zorg je ervoor dat misschien langzamer loopt als je het vanuit een negatief perspectief bekijkt? Ja, en als ik dit programma ook mag uitleggen, zeg ik ook altijd, maar dit is ook een soort kijkje in de keuken. Wat gebeurt er nou allemaal? En ik vind het ook leuk om in jouw keuken te kunnen kijken. Wat is jouw rol als onderzoeker op deze werk? Wat zijn nou onderzoeken waar jij je mee bezighoudt? Ja. En hoe pak je dat aan? Kon ik maar zelf het onderzoek doen, denk ik vaak. Ik ben vooral een soort procesmanager als hoogleraar. Ik begeleid promovendi die onderzoek doen naar van alles en nog wat. Dus de regionale energietransitie, hoe doen we dat nu lokaal en regionaal? Hoe maken we de overgang van allerlei fossiele brandstoffen naar hernieuwbare brandstoffen, zon, wind? Dus ik begeleid postdocs, dus die zijn al gepromoveerd. En ik trek de kar voor wat betreft die werkplaats. En dat betekent onderzoekers bij elkaar brengen binnen de universiteit. Dus hen over de disciplinaire grenzen laten kijken. En dat is best ingewikkeld, want voor de meeste onderzoekers is het al ingewikkeld om met degene te praten naast wie ze zitten. Soms in hetzelfde kantoor al. Ja. Laat staan over de disciplinaire grenzen heen. En dan proberen we ook nog eens samenwerking met de praktijk te organiseren. Dus een hoogleraar is voor een heel groot stuk ook gewoon een manager. Ja. En management is niet per definitie negatief. Hè? Ik bedoel, managers hebben we ook nodig. En ik ben dat in dit geval. Dus ik faciliteer eigenlijk al die anderen die dat onderzoek moeten doen. Ja. Nou, laten we er wel een paar inhoudelijke punten uitpakken. Een hele belangrijke, denk ik, die voor iedereen ook wel herkenbaar is, is in die energiesystemen die ook moeten gaan veranderen, is de rol van de overheid. En jij vertelde even van tevoren, we hebben in de jaren 90 was de markt, was een beetje de oplossing voor alles. De overheid moet zich terugtrekken en je ziet nu wel een beweging. Ja. Daar komen we een beetje van terug. Nou ja, we hebben van origine, een eeuw geleden, speelde de overheid een belangrijke rol in het energiesysteem. De lokale overheid zelfs, er waren lokale energiebedrijven. In de jaren 80, 90 is dat mede onder invloed van ook Europese wet en regelgeving, is er een markt gecreëerd. Dus het idee was dat al die overheidsbedrijven nogal inefficiënt waren.
Er werd gedacht dat die door innovatie efficiënter konden gaan opereren. Dat dan ook de prijzen naar beneden zouden gaan. Dus betaalbaarheid was belangrijk daar. Dus er is nieuwe wet en regelgeving gekomen, waardoor al die bedrijven, die moesten allemaal in stukken worden geknipt. Dus nu hebben we een heel complex speelveld aan partijen die ergens iets doen in dat energiesysteem. We hebben partijen die zorgen ervoor dat de energie wordt opgewekt. Partijen die dat door een systeem transporteren. Ja. We hebben partijen die dat verkopen. Nou, we hebben wet en regelgeving vanuit de overheid. We hebben toezichthouders. Het is een heel complex systeem. We hebben alles in stukjes geknipt vanuit het idee, dat is uiteindelijk efficiënter. We kijken naar de overheid als een bedrijf. Het moet gewoon resultaatgericht. Dat kan, heeft op zekere hoogte zeker ook positieve gevolgen gehad. Maar het lastige is nu moeten we die energietransitie maken. En nu moeten al die partijen met elkaar gaan samenwerken weer. Dat zijn allemaal partijen die een aantal decennia geleden waren die niet eens verschillende partijen. Die moeten nu met elkaar gaan samenwerken, terwijl ze in die decennia hiervoor is ze verteld, dit zijn concurrenten van jou, of je mag überhaupt niet samenwerken dus. Of ze hebben het idee, als we met die gaan samenwerken, dat betekent iets voor onze eigen belangen. Hè, dus daar hebben we helemaal geen zin in. Want volgens jou moet die hele structuur eigenlijk heroverwogen worden, zoals het dan netjes heet? Eigenlijk is de vraag überhaupt of het energiesysteem, of je dat wel zou moeten organiseren als een markt. Ja. Hè, dus met vraag en aanbod en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. En het interessante is, we hebben een nieuw project binnengehaald. En zo gaat dat anders ook een deel van mijn activiteiten, fondsen werven. Dus we hebben een groot project binnengehaald. En zelfs binnen dat project zie je een beetje daar de spanning. Want een aantal van mijn collega's, ook op andere universiteiten, die zitten heel erg op het idee dat het is een markt, het moet in ieder geval een markt blijven. Dus wat is het belangrijkste doel? Ervoor zorgen dat in 2050, als we met minder fossiele brandstoffen hopen te kunnen werken en met meer hernieuwbare brandstoffen, dat dan er balans is in het systeem. Dus dat de vraag naar energie, dat er ook voldoende aanbod is. Ja, dat is het idee van de markt. Hè? Ja. Even heel simpel gezegd. Dus ik ben geen econoom, maar laat ik het even heel simpel uitleggen. Maar de vraag is of je er zo naar moet kijken. Misschien wil je helemaal niet naar energie op die manier kijken. Hè? Dus dat is energie als een commodity. Maar misschien wil je naar energie kijken als een natural resource. Hè? Iets wat beschikbaar is en wat je wilt verdelen. En een ander aspect, want jullie kijken ook naar de ethische aspecten. Je houdt je ook bezig met zoiets als energierechtvaardigheid. Ja. Kun je dat eens uitleggen? Wat houdt dat in? Heeft dat bijvoorbeeld te maken met die discussie over de salderingsregeling? Nou, bijvoorbeeld, dat is een heel goed voorbeeld. Hè. Die salderingsregeling, ik weet niet, ik kan niet zien als ik de vraag stel van wie heeft er zonnepanelen op het dak. Maar een aantal van jullie zullen zonnepanelen op het dak hebben. Hey, wat toevallig. Er zit iemand op te letten bij de regie. Nou, heel mooi. Dank. Heb je daarvoor wellicht subsidie gekregen. Dat was niet eenvoudig, want dan moest je een soort bedrijf voor worden. Ingewikkeld, maar als je daarin geslaagd bent, ben je een van de gelukkigen, heb je subsidie gehad. Heb je geprofiteerd dus van overheidsgeld wat daarin is gestopt. Maar die regeling is zo succesvol, dat er nu wordt gezegd, dat is eigenlijk niet meer nodig. Dus die gaan die afbouwen. Net nu, en daar komt het rechtvaardigheidsperspectief, net nu degene met lagere inkomens, die begonnen ook in te stappen. Die begonnen nu ook in te stappen. Hè? Die zeggen nu, mooi is dat. Hè, kunnen wij ook eens wat profiteren van een subsidie? En wordt dit langzaam afgebouwd? Dus dat is niet rechtvaardig. Want degene die altijd al profijt hebben van overheidsbeleid en subsidies, et cetera, hebben hier nu van geprofiteerd. En nu wij eens een keer. Dit speelt natuurlijk ook in de kaart van degene die hier meer vanuit een populistisch perspectief naar kijken. Zeggen, zie eens, onbetrouwbare overheid. Zie eens, de elite regelt het weer goed voor zichzelf. Ja, dus die energietransitie, dat gaat over de markt. Het gaat ook over juridische vraagstukken, maar het gaat ook over sociologische vraagstukken. Dus het is niet inderdaad alleen maar een technisch uitvoerbaarheidsdingetje. Energietransitie gaat over alles. En hoe heb je dan naar de troonrede geluisterd? En naar de plannen van ons nieuwe kabinet? Zag je daar dan een verandering? Of heb je het idee van ze volgen wel min of meer wat het vorige kabinet deed? Ik heb eerlijk gezegd niet naar de troonrede geluisterd. Maar ik heb wel gekeken naar wat er in het regeerprogramma staat. Ja, dat staat bol van de tegenstrijdigheden natuurlijk. Hè. Dus bijvoorbeeld, één voorbeeld. Hè, deze regering zegt dat ze er voor de burgers is. Hè. Dus,
En dus ook luistert naar burgers. En dus ook burgers serieus neemt als ze het niet eens zouden zijn met overheidsbeleid. Maar ze willen bijvoorbeeld ook kerncentrales bouwen. Best wel een aantal. Los van het feit of je dat zou moeten willen, omdat er heel veel tijd overheen gaat, heel veel geld kost, et cetera. Maar die moeten ook ergens worden gebouwd. En je kan nu alvast wel. Daar zijn een hoop burgers weer op tegen. Daar gaan natuurlijk heel veel mensen tegen zijn. Ja. Gaan ze daarnaar luisteren? Dat is maar de vraag. Hè. Dat waag ik echt te betwijfelen. Dus zo zitten er nog wel meer tegenstrijdigheden in. Bijvoorbeeld, we kijken heel erg naar onszelf als Nederland. Dus Europa doet er in één keer niet meer toe. Mm-hmm. We willen onafhankelijk zijn van anderen. In de eerste plaats van Rusland, van het gas dat we daar. Maar ja, je zult toch in ieder geval op de korte termijn ergens soms nog energie vandaan moeten halen. En dan ben je ook wellicht afhankelijk van anderen in het Europese systeem. Of het is in ieder geval een vraag die je zou moeten stellen. Ja. Gaan we alles lokaal opwekken, alles in Nederland? Of gaan we het ook gaan we het in Europa ergens anders opwekken als er bijvoorbeeld heel veel zon is in Zuid-Europa? Of heel veel wind in Noord-Europa? En een belangrijke machtsfactor in deze discussie is de laatste jaren denk ik ook rechtspraak geworden. Iedereen kent denk ik wel de zaak van Urgenda. Ja. De politiek regelt het niet. Burgers gingen naar de rechtbank en die moest het dan maar oplossen. Is dat inderdaad een trend? Zie je dat daar dus ook steeds meer besluiten worden genomen? Toevallig zat ik net naast Marjan Minnesma tijdens die oratie. Maar we hadden geen tijd om erover te spreken. Maar inderdaad, ik ben geen jurist. Een aantal van mijn collega's richt zich hierop. Maar als de overheid het zelf laat afweten om maatregelen te nemen om doelen te realiseren die ze zelf heeft gesteld, dan is het aan burgers en uiteindelijk wellicht dan aan de rechter om ervoor te zorgen dat die doelen gerealiseerd worden. Kijk, anders moet je de doelen aanpassen, maar we hadden op een democratische manier zijn die doelen tot stand gekomen. En dan kun je het wel gaan hebben over kleinere of belangengroepen en het feit dat die misschien niet de hele samenleving vertegenwoordigen, maar we hebben gewoon democratisch tot stand gekomen doelstellingen. Ja, dan moet je als overheid maatregelen nemen om die te realiseren. Maar hoe kijk je daar met jouw bestuurskundige bril naar? Zeg maar, denk je van, hé, dat is goed dat gebeurt? Als de overheid het zelf niet doet, dan is het aan de samenleving of aan andere onderdelen van de overheid, of als het kabinet het zelf niet doet, kijk, de vraag is of je het zover zou moeten komen. Maar als check erop zie ik het niet als iets problematisch. Dat is ook het systeem waarin we opereren met verschillende checks en balances. Ja. En één stapje verder heb je natuurlijk ook nog activisme. We kennen ook de A12 voor bezet, Extinction Rebellion. Ja, een van onze collega-hoogleraar is daar opgepakt inderdaad. Die is daar opgepakt? Ja. Vice-decaan, ik zal niet zeggen aan welke faculteit. Nee, maar die is daar. Dat is altijd een discussie ook onder ons als wetenschappers. Hoe op zo'n thema als energie en klimaat, hoe neutraal of objectief kun je zijn, wil je zijn, of hoe activistisch wil je zijn? Ik denk dat heel veel van mijn collega's, deze collega in het bijzonder, zeggen, ik heb een bijdrage geleverd aan het wetenschappelijke debat hierover. Dat wordt niet of onvoldoende opgepakt door de politiek, die feitenvrij opereert. Dan zie ik mij bijna gedwongen om ook meer activistisch te werk te gaan. Daar kun je heel discussie over hebben. Heb je waarschijnlijk wellicht hier wel eens een discussie over gehad. Maar het kan er zeker bij horen. Ja. Ja, want ook hier, bij die rechtspraak kun je nog zeggen, dat hoort allemaal bij ons onderdeel van ons democratisch systeem. En hier worden natuurlijk juist weer de grenzen opgezocht van datzelfde systeem. Van wanneer kan het nog wel, wanneer mag je demonstreren? Nou ja, demonstratie. Kijken jullie daar ook naar? Nee, andere collega's, maar niet. Nee, uiteraard. Demonstratierecht is denk ik een groot goed. Dus daar moeten we zeker niet zomaar aan gaan tornen. Vooral niet als je het er even niet mee eens bent. Iedereen mag demonstreren. Of dat gepaard moet gaan met vernielingen en dat soort dingen. Of anderszins, dat moet je afvragen. Maar dat gebeurt in dit geval niet direct hier bij de A12. Maar ja, ik denk het gaat daar over een belangrijk thema. Het gaat er over fossiele subsidies. En inmiddels hebben we een beetje een beeld van hoeveel subsidies er aan de fossiele industrie worden gegeven. Dat gaat over miljarden. En die miljarden kunnen we denk ik kunnen we beter besteden dan in plaats van gewoon via subsidie.
Nou, moet je de vraag stellen of je dit allemaal via subsidies wil doen. Een van de thema's die we vandaag ook hebben besproken. Ja, moet je niet meer doen met belastingen. Hè? Ja. Moet je, want die subsidies komen vaak terecht bij de rijkeren. Of in dit geval bij de bedrijven die ze eigenlijk niet nodig hebben. En even puur academisch, wat zou je kunnen doen? Wat zijn, hè, dus niet van ik ben voorstander van, maar wat zijn dan mogelijkheden met die belastingen die je zou kunnen invoeren? Waar moeten we dan aan denken? Dat je ervoor zorgt dat degenen die vermogender zijn en die ook een groter beslag leggen op natuurlijke bronnen en een grotere klimaatvoetafdruk hebben, dus dat die daar gewoon, die daar gewoon voor betalen. Dus ja. Een Tata Steel, om maar even een voorbeeld te noemen, zou dan meer belasting moeten gaan betalen? Ja, en dan krijg je natuurlijk discussies over, maar dan verdwijnen ze uit het land. Maar dan moet je het gesprek voeren over, is dat het soort bedrijvigheid dat we in Nederland willen hebben? En dat is natuurlijk een veel groter vraagstuk van, ja, wat voor soort bedrijvigheid willen we in Nederland hebben, ook in 2050? Precies. En die discussie, ja, die gaan we niet altijd graag aan natuurlijk. Nee. En we hebben nu een klein beetje dus een blik in jullie keuken mogen werpen. Zijn er nog andere belangrijke vragen waar we nu nog niet aan toegekomen? Waar je zegt, daar houden we ons ook mee bezig. Dat is ook een cruciale vraag die we ons moeten stellen als samenleving. Nou, wij hebben vandaag ook een rapport gepresenteerd over burgerbetrokkenheid. In hoeverre het energiesysteem, het gaat om een transitie niet alleen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Het gaat ook om een transitie van een centraal ingericht systeem naar een veel decentraler systeem, of in ieder geval de combinatie van beide. Het gaat ook over het democratiseren van energie en het energiesysteem. Het gaat over veel meer neerleggen bij burgers, dus in de wijk. Hè? Mm-hmm. Veel meer autonomie, ook op het managen zelf van het systeem, of bij bedrijvenparken. Hè? Want dat kan oplossingen bieden, ook voor hele concrete en hele urgente problemen, zoals het feit dat het net vol zit. Hè. Het is heel moeilijk om nieuwe... Net congestie. File op het net. Nou, het net zit niet zo vol, hè. En dat is ook interessant. Het is helemaal niet vol. Op sommige momenten is het vol. Ja, dus net als de A2, daar kun je om 11 uur... De vergelijking met de weg gaat is best een goede inderdaad. Het is helemaal niet vol, hè. Dus want er zou geen file zijn als we ons een beetje zouden verspreiden gedurende de dag. Maar ja, iedereen gaat 's ochtends en 's avonds. En zo is het ook met energie. Dus om te beginnen kan dat net beter gebruikt worden. Maar dat hele netcongestieprobleem, ja, dat kun je ook lokaal oplossen bijvoorbeeld. Hè. Bedrijven die energie overhouden en dat op een bepaald moment aan anderen kunnen verkopen. Ja. Dat is de decentralisatie van het systeem. Dat is ook iets waar we onderzoek naar doen, naar energy hubs heet dat dan. Hè. Dus samenwerking tussen bedrijven of bewoners. Ja, dat samenwerking is dus een vraagstuk. Daar zijn juridische haken en ogen, want ja, vaak mag het niet. Er zijn redenen waarom het ook niet mag. Wat is een reden dat het niet mag? Het ene bedrijf heeft wat stroom over, niet andere... Er zijn allerlei definities over al die rollen in de energiemarkt. Of je, wanneer je een energieproducent bent of een energieleverancier, et cetera. Dus je kan niet zomaar dat soort rollen aannemen. Hè. De wet heeft daar definities, zijn daarin vastgelegd. En ook over energiecoöperaties bijvoorbeeld en hun rol. En dus dat laatste zit bijvoorbeeld ook nog niet echt goed, of inmiddels iets beter in de nieuwe energiewet. Maar die energiewet ging heel duidelijk uit van bepaalde rollen. En als dat andere partijen zijn die zo'n rol vervullen, wordt dat ingewikkeld. En dan zegt de toezichthouder dat dat niet kan of niet mag, of moeten uitzonderingen worden gemaakt. Nu is ook de toezichthouder, de ACM in dit geval, Autoriteit Consumentenmarkt, is iets meer gaan bewegen. Maar daar spelen allerlei van dat soort vragen. En bijvoorbeeld ook een vraag rondom digitalisering. Hè. Dat is nog een thema wat we niet hebben aangeraakt. Daar ga je zo over hebben, denk ik. Ja. Maar dat speelt hier ook. We hebben ook een van onze werkpakketten gaat over de digitalisering van de energietransitie. Die energie kun je virtueel uitwisselen in zekere zin. Hè. Je kan dus het hele digitale systeem eromheen kan helpen om dat energiesysteem ook te helpen decentraliseren. Ja. Genoeg te doen de aankomende jaren? Zeker. Ja, ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Als we ietsje een beetje licht mogen, dan kan ik ook zien of er vingers zijn of vragen. Kijk eens even. Ja, ik ben al benieuwd. Heel vooraan, heel goed. Goedenavond. Je had het net over het feit dat de rechter uitspraken gaat doen over niet of een minder goed functionerende overheid. Ik ben van mening dat wanneer het kabinet niet voldoet aan de wensen van de Tweede Kamer, van de Eerste en Tweede Kamer,
dat de Tweede en Eerste Kamer het controlerende functie hebben om dan het kabinet op de vingers te tikken. En ik zie daar geen rol voor de rechter weggelegd. U heeft gelijk dat het in eerste instantie het parlement daarvoor hebben. Als het parlement die rol niet vervult, hè, daar, dan staat het burgers vrij om naar de rechter te gaan om de rechter een uitspraak daarover te laten doen. Ik ben het wel met u eens, zegt van ja, we moeten niet. Hè, die rechter is sowieso al overbelast. Hè? Dus die, daar liggen van allerlei. Laat ik dan eens even vragen. Dus ik zou daar ook heel voor. Ik ben ook voorzichtig mee. Eigenlijk is het een noodgreep. Hè? Dus dat het gaat me even. Gaat het u inderdaad om het principe? Of zit er iets in zo van ja, ze zijn al zo overbelast, het rechterlijk systeem? Of zegt u, ik vind dat fundamenteel verkeerd punt? Nou, of de rechtspraak of de rechters overbelast zijn of niet, vind ik niet zo relevant. Het gaat meer om principe. Ja. En ik denk dat, nogmaals, de politiek is daar verantwoordelijk voor. En de burger heeft, ik chargeer misschien wel 1 keer in de 4 jaar, misschien soms wat korter, het recht om hun politieke keuzes te maken. Of de politiek voldoet aan haar of zijn wensen. Maar wat Martijn die zegt, ja, maar als die overheid dat niet doet, dan hebben wij als burgers gelukkig nog de macht om naar een rechter te stappen om ons recht te halen, omdat het niet gaat zoals het zou moeten gaan. Dat vind ik een moeilijke, omdat een individuele burger of een groep burgers of een kleine groep burgers, net werd Oegenda aan gerefereerd, wel heel erg in mijn ogen een grote broek aan gaat trekken om te denken dat ze voor heel Nederland dit kunnen doen. Dit zijn ook weer ethische discussies. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat doet helemaal niet ter zake of het een grote of een kleine groep is. Kijk, er zijn gewoon doelstellingen. Als het kabinet niet of onvoldoende maatregelen neemt of onvoldoende effectief is om die doelstellingen te realiseren, ja, dan maakt niet uit of het een grote of kleine groep is. Hè. Dus ze hebben zich vastgelegd daarop. Hè. Dus die discussie is natuurlijk een discussie die gaande is. Dus ik vind niet dat we de rechter overal dat we de gang naar de rechter telkens moeten maken, want dat is eigenlijk een noodgreep. Dus je moet in eerste instantie naar de politiek kijken. Maar als die wegkijken of om wat voor reden dan ook niet doen wat ze zouden moeten doen, ja, dan komt dat kan het ook voor een deel bij de rechter komen te liggen. Ja. Dank voor de inbreng. Andere vragen, opmerkingen? Heel goed aan deze kant. Ik was heel benieuwd in hoeverre de overheid een ingrijpende rol zou moeten nemen. U benoemt ook al Tata Steel. Nou, er is inderdaad een discussie over gaande. Moeten we dat willen? Anderzijds kun je natuurlijk ook stellen van nou, er zijn technische oplossingen zijn er vaak wel. Alleen dan komt natuurlijk het factor geld kijken. Ja. In hoeverre ziet u daar een rol in, ook rondom de huizenmarkt? Moeten we iets met de woningwet doen, zodat het verplicht wordt om, net als in de jaren 50 en daarvoor, van nou, we moeten gewoon structurele maatregelen nemen, maar dat kost geld en daar moeten we dan gewoon in willen investeren. In hoeverre ziet u die balans, dat de overheid daarin iets zou moeten doen, vanuit uw visie? Ja, nou ja, over de rol van de overheid in het energiesysteem, daar gaat ons onderzoek over. Zou die overheid weer net als voorheen een dominante rol moeten hebben? Is die overheid één van de vele partijen? Maar als je een energiemarkt hebt en een heel sterk inzet op marktwerking, dan zul je ook een sterke overheid moeten hebben. Ik denk dat we daar het een beetje kwijt zijn geraakt. Het idee van de markt lost het wel op, vraag en aanbod. Het komt wel goed. Dus dat vergt in ieder geval ook een rol van de overheid, een sterke rol van de overheid. En dat begint heel simpel met gewoon het feit dat je expertise hebt op een bepaald terrein. Dus dat er mensen bij de overheid werken die überhaupt verstand van zaken hebben van energie. En dat is allemaal verdwenen. Voor een deel is dat verdwenen. Dus dat is denk ik belangrijk. Voor Tata Steel, daar worden zogenaamde maatwerkoplossingen voorbereid met Tata Steel en andere bedrijven. Kun je verschillend naar kijken. Zeggen, ja, hoezo maatwerkoplossingen met die bedrijven? Hè? Want ze worden wel erg geholpen daarmee. Ik denk dat je aan de ene kant dat best zou kunnen, maar dat je gelijkertijd ook als overheid heel strikt zou moeten zijn. Van, nou ja, goed, dit is waar wij jullie aan zouden willen gaan houden. Ook, dan zou je ook ons steun kunnen krijgen om te vormen als bedrijf. Dus het is niet vrijblijvend. Nee. Het is wel lastig natuurlijk, hè, want Tata Steel is geen Nederlands bedrijf. En dat geldt voor een aantal van die grote bedrijven natuurlijk. En meneer geeft ook al aan, er zitten consequenties aan, het kost geld. Ze kunnen naar het buitenland gaan. Ik ben even aan het testen, ben je een beetje tevreden met het antwoord wat je hoort? Het is altijd het grote vraag, het blijft een politiek vraagstuk. Dus ik denk, je kan hem inderdaad vanuit
beetje generiek gezegd, drie oogpunten natuurlijk inkleuren. Nou kijk, het energiesysteem, we zeggen nou, het is de markt, het is de overheid of de samenleving. Hè? Dus, en wij bekijken alle drie. En ik geloof er niet in dat het alleen de markt is of zou kunnen zijn. Ik denk dat we daar te ver zijn doorgeschoten. Ik denk dat velen van ons het daarover eens zijn. Ik denk dat velen van ons het over eens zijn dat burgers weer een grotere rol zouden moeten spelen in dat systeem. En niet per se als consumenten, hè, want dat waren we natuurlijk al. En ook niet per se alleen als producent of prosumenten als je energie produceert. Maar ook gewoon dat je echt een rol speelt in dat energiesysteem. Ja, ja, de vraag is dus dan vervolgens ook wat de overheid kan doen. Hè. En daar kun je kijken naar instrumenten van de overheid. Hebben we het over subsidies of meer, zouden we meer naar belastingen moeten kijken als bijvoorbeeld de vraag is. Maar ook ja, op basis van welke waarden worden besluiten genomen of keuzes gemaakt? Is dat alleen betaalbaarheid of is dat betrouwbaarheid of is dat ook rechtvaardigheid? Nou, en juist bij dat laatste denk ik dat de overheid een belangrijke rol zou moeten spelen. Mooi, dank. Ik loop nog even naar achter. Nog andere vragen, opmerkingen? Heel goed, ja. De meeste deregulering heeft plaatsgevonden onder Europese richtlijnen. Maar ieder Europees land heeft dat in een eigen manier ingevuld. Dus ja. Sommige landen hebben het heel extreem doorgezet. Zoals Nederland. Minder, ja. Dus je kunt vergelijken. Ja. Dus hoe verhoudt Nederland zich dan in de energietransitie? Uiteraard hebben wij het daar weer net even iets meer gedaan dan had gemoeten. Wat wij hebben gedaan, anders dan andere landen, is alles uit elkaar geknipt. Hè? Die unbundling heet dat dan in jargon. Dus wij hebben echt alles uit elkaar geknipt in de jaren 90. Dat had niet per se gehoeven, maar wij hebben dat gedaan. Andere landen hebben dat ook niet gedaan. Als je op Europese congressen komt, is Nederland nou niet echt zeg maar, het beste jongetje van de klas? Wij hebben gezegd, ja, wij gaan dat heel ver doorvoeren. Hè. Dat was ook onder paarse kabinetten, was dit ook het mantra. Ja. De consequenties daarvan. Dit was ook het paradigma. Ik gaf hierover college aan mijn studenten. Die zeiden, waarom hebben we dat allemaal gedaan? Ja. Dat maakt het hartstikke ingewikkeld nu om die energietransitie te realiseren. Ik zeg, ja, maar dat was het denkframe waarin men toen zat. Marktwerking. Met het oog op innovatie, efficiëntie, betaalbaarheid. En voor de goede orde, jij zit er niet om dat allemaal te verdedigen, maar om dat uit te leggen en te analyseren. Maar daar heeft Nederland zeker meer gedaan dan per se nodig was. Ook dan meer dan misschien wel goed was. Hè? Ja. Dus omdat we in dat frame zaten. En misschien ook even voor iedereen, wat is dan bijvoorbeeld een land in het buitenland waar je zegt, daar hebben ze dus over een hele andere boeg gegooid en daar... Nou ja, ik zou dat niet... Dit is niet één land waar alles goed geregeld is. Hè. In sommige landen is bijvoorbeeld, zoals in Denemarken, die hebben windenergie vroeg gestimuleerd. Dat was een goed idee. Hè. Dus niet het overlaten alleen maar aan het bedrijfsleven, maar ook als overheid actief stimuleren. Dus de ondernemende overheid of de entrepreneurial state. Dus dat heb je nodig. Er is nu ook in Europees breed weer meer discussie over staatssteun. In sommige landen is dat de praktijk gebleven, formeel of wat informeler. Maar ja, moeten we nu niet sommige bedrijven die een belangrijke rol spelen in de samenleving, moeten we daar niet vanuit de overheid toch meer steun in kunnen blijven steken? En dat hadden we 10, 20 jaar geleden niet kunnen denken dat we er op die manier weer naar zouden kijken. Maar waarom doen we dat? Omdat ons het concurrerend vermogen van Europa vis-à-vis de Verenigde Staten of China achteruit gaat. En dus als Europa zullen we veel meer moeten samenwerken daar. En dat geldt zeker ook op het vlak van energie. Energie is te duur in vergelijking met energie in andere landen in Europa. Dus we zullen moeten nadenken over hoe we het goedkoper krijgen, zonder dat we weer in die soort valstrik lopen van ja, het is alleen maar marktwerking, want dat heeft ons uiteindelijk ook niet gebracht wat het had moeten brengen. Genoeg te doen volgens mij. Hoe kunnen we jullie een beetje in de gaten houden? Is er ook een website? Zeker van de Academische Werkplaats Klimaat en Energie. Hè, daar vinden jullie alles. En niet alleen maar wetenschappelijke artikelen. Hè. Dus dat rapport waar ik vandaag naar verwezen over participatie is heel goed toegankelijk. Een mooie infographic, filmpjes, dat soort dingen. Een heleboel. Dankjewel. Martijn Groenleer.